Zo, kijkers van Look TV. Ja, zo'n opening van zo'n nieuw pand, dat moet natuurlijk een beetje leuk gebeuren. En ik moet zeggen, het bedrijf had een vervelende reden kunnen kiezen. Naast mij staat de mevrouw Leontien van Morsel. Leontien, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik wist dat je verstand had van fietsen, maar niet dat je burgemeesters vervoerde door Schiedam. Ja, dat doe ik toch netjes. Dat heb ik toch netjes gedaan. Zonder valpartijen, ja. Op zo'n mooie fiets. Dus ja. Ik ben helemaal trots op mezelf. Even eerst over de carrière, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Voor de Schiedammers die dat nog niet even weten, je bent toch wel eigenlijk wereldberoemd geworden met dat wielrennen. Ja, ik denk na de Olympische Spelen wel. Ja, eerst was ik voor de wielerkennis, was ik gewoon wel bekend, zeg maar. Maar na de Olympische Spelen is het gewoon wel... Nou, wereldberoemd. Bij het Nederlandse volk weten ze wel voor het wie Leontien van Morsel is. Ja. Wat doe je nu op het ogenblik? Ja, nu heb ik net die opening verricht. En zometeen ga ik in de auto en wij rijden morgen de Ronde van Drenthe. Dus we slapen vannacht al in Drenthe. Dus dadelijk reizen we vast af voor een van de eerste klassiekers van het jaar. Dat zijn bepaalde perioden. Tijdens die winterperiode, is dat dan een kwestie van gewoon uitrusten? Of zijn jullie dan in training intern of gewoon indoor of buiten, binnen? Nou, ik doe heel veel indoor, zeg maar, in de wintermaanden. Omdat het in Nederland is het toch wel koud. En ik sta heel veel op de loopband en steppen, langlaufen, dus op de sportschool. Dus dan is het heel veel indoor. En ja, nu is het weer gewoon lekker. En nu zijn we gewoon lekker buiten weer aan het fietsen. Ja. Zijn er nog prijzen of dingen in het verschiet waarvan je zegt van nou, wil ik toch nog even meemaken? Ja, ik wil nog heel veel meemaken. Ik vind het nog steeds onwijs leuk. En ik wil graag nog het werelduurrecord op mijn naam zetten. En ik heb net mijn contract weer verlengd bij Farmfree tot 2004. Dus ik zou nog wel graag een Olympische gouden plak erbij willen. Dus ik heb nog wel een aantal doelen. Ja. Van de week was er in Schiedam een judoka die toch al 10 keer een Nederlands kampioen was geweest. 2 keer wereldkampioen, Europees kampioen. 25 jaar, die zei, na verloop van tijd ga je dat toch wel merken dat al die inspanningen, dat gaat zijn tol eisen. Ja, ik moet wel zeggen, maar dat komt niet door de prestaties of zo. Maar dat heeft een beetje met mij ook wel met mijn leeftijd te maken. Maar het herstel gaat iets langzamer, maar dat weet je van jezelf. Dus je neemt dan nog gewoon wat langer herstel. Het is gewoon heel belangrijk om naar je lichaam te luisteren. En zo'n rondje met een burgemeesterfiets is goed voor de conditie. Ja joh, ik hoef vandaag niks meer te doen. Dat was gelijk mijn training. Dus ik ben helemaal top vanmorgen. Meneer Schillers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dit is helemaal niet vervelend om burgemeester te zijn op zo'n middag, toch? Nee, zeker niet. Nee, het is trouwens sowieso altijd een belevenis om een nieuw bedrijf in Schiedam te openen. Zeker zo'n groot bedrijf. Maar dan ook nog de gelegenheid hebben om samen met een Olympisch kampioen op een fiets te zitten. Ik denk dat er maar weinig Schiedammers zijn die dat ooit meegemaakt hebben. Ja. Wat we eigenlijk als insteek hebben vanmiddag is dat we weten als Schiedammers best wel wat de winkels zijn in Schiedam, wat de bedrijven zijn. Maar dat hier zo'n gigantisch bedrijf is, dat is toch denk ik niet voor iedereen bekend. Nee, en toch de meest spectaculaire dingen, die maken ze hier gewoon in de open lucht. Want die kun je moeilijk in die loodsen uitstallen. In het verleden zijn hier grote modules gemaakt voor boorplatforms. Grote bruggen ook. Op dit moment zijn ze weer bezig aan het viaduct over de Moerdijk, over de Hollandsdiep voor de HSL. Nee, het zijn spectaculaire klussen. Het meeste kun je gewoon vanaf de West-Franklandse dijk zien staan. Ja. Is het zo dat voor de gemeente Schiedam zo'n heel groot bedrijf een grote zorg is? Of hoeven jullie daar relatief als gemeente weinig aan te doen? Dit bedrijf hebben we nooit veel zorg aan gehad, want dat heeft altijd goed gedraaid. Het is een prima bedrijf, niet alleen in Schiedam, maar landelijk, want het is natuurlijk een heel groot bedrijf. Ja. Ik las net gisteren in de krant dat ze zijn overgenomen door een Spaans bedrijf, Dragados, maar het gaat allemaal gewoon door hier. Zo'n bedrijf groeit uiteindelijk. Is het dan zo dat er op een gegeven moment bij jullie toch een soort angst komt van kunnen we wel genoeg grond blijven aanbieden? Nou, dat is op zich wel een probleem. Niet alleen in Schiedam, dat geldt in de hele regio. Dat we eigenlijk door ons industrieterrein heen zijn. En dat we angstvallig aan het kijken zijn. Waar kunnen we nog nieuwe bedrijfsterreinen aanleggen? Dat wordt steeds lastiger, want we worden niet groter. Waar we ook aan het kijken zijn natuurlijk, is wat zijn de mogelijkheden om bestaande terreinen intensiever te gebruiken. Dus herstructureren heet dat met een mooi woord. Die mogelijkheden zijn er zeker nog in Schiedam. Dat gaan we ook doen in de Spaanse polder, het Schiedamse deel van de Spaanse polder, samen met Rotterdam overigens. En ook Oud-Maartenesse wordt ook helemaal geherstructureerd. We zullen je in ieder geval weer volgen met de kampioenschappen. En laten we afspreken, als er nou echt een hele leuke grote prijs is, dat je toch nog eens een keer in een soort ronde van Schiedam terugkomt. Oké, dat is afgesproken. Dat ga ik zeker doen.